zonnebril, handdoek, zonnebrandcrème. Alles mee voor een heerlijke stranddag met weinig wind. Alleen het zeewater voor de nodige verkoeling. Maar dan begint er in de middag opeens wind van zee te waaien. Afhankelijk van de temperatuur van het zeewater is dit ofwel een verkoelend briesje of een koude wind die heel snel een einde maakt aan je heerlijke stranddag. Hoe kan dat opeens gebeuren? Aan zee, aan zee. Het begint allemaal met het opwarmen van het land en de zee door de zon. Maar wist je dat land veel sneller opwarmt dan water? Dat komt doordat zand en stenen veel sneller warmte absorberen dan water. De warme lucht boven het land stijgt, omdat warme lucht lichter is dan koude lucht. Er ontstaat een gebied van lage druk boven het land. Om dat drukverschil te compenseren, gaat koelere lucht van de zee naar het land stromen. En dat noemen we zeewind. Deze zeewind kan wel zo'n 20 kilometer ver het land inkomen, waardoor er een duidelijk temperatuurverschil ontstaat tussen de kustregio's en de rest van het land. Soms ontstaan er in de stijgende beweging ook stapelwolken. Dan spreken we van een zeewindfront. Deze stapelwolken kunnen in het extreme geval zelfs uitgroeien tot een bui. Wil je er zeker van zijn dat op jouw heerlijke stranddag geen zeewind optreedt? Dan heb ik een aantal tips voor je. Bij een zuidelijke wind en windkracht 3 of hoger is de kans op zeewind heel klein omdat deze niet sterk genoeg is. De heersende wind is sterker. Op dagen met minder wind kun je vaak in elk geval tot een uurtje of één wel lekker op het strand vertoeven omdat zeewind pas ontstaat bij grotere temperatuurverschillen tussen zeewater en land en dat gebeurt vrijwel altijd in de middag. Wil je er nou zeker van zijn dat je niet plotseling in de kou komt te zitten op je strandhanddoek? Abonneer je dan op ons kanaal om geen enkel weerbericht te missen. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave.